Hallo, voor dit klein pareltje wil ik jullie meenemen naar Camilo. Camilo is een online leerplatform, zoals Moodle, ook open source. Camilo is minder bekend in onze streek, maar Camilo is heel bekend in Latijns-Amerika. In Latijns-Amerika woont ook Yannick Wauthier. Yannick is een Belg die naar ginder verhuisd is, omdat Camilo daar gewoon gigantisch groot is, universiteiten die het gebruiken. Eigenlijk verdient het volgens mij ook wel een klein beetje meer aandacht bij ons. In elk geval, ik zou jullie een klein pareltje willen laten zien over hoe je een invulvraag kunt speciaal beantwoorden. Dus ik ga eventjes naar het scherm. Dus zoals je ziet kun je dus op verschillende manieren vragen stellen. Meer hierover kun je dus bijvoorbeeld vinden in mijn online cursus Camilo door de bril van de leerkracht, die ik geschreven heb op welzijnsdomeinen.be met overwegend veiligheidsopleidingen, maar ook deze specifieke cursus rond werken met Camilo. In deze vorm kun je dus een aantal tekstvakken aanmaken. En kun je die laten invullen door de cursist. We gaan daar eens bekijken hoe ik zo'n tekstvak gemaakt heb. En dan gaan we die eens uitproberen. Dus de hond van Kuifje heet Bobby, de hond van Filiberke heet Pekkie en de hond van Bolly heet Billy. Daarnaast heb je ook nog Samson, de lieve hond van Gert en Rataplan, de hond van de Daltons. Daarnaast heb je de goedlachse maar iets wat luie Dommel, de hond van Semaphore. En voor de strip-experts nog een laatste, Michel. De trouwe hond is een creatie van Stie en Mick. Op zich niet zo'n moeilijke tekst. Maar laten we die eventjes gaan invullen nu effectief. Dus ik ga een voorbeeldje bekijken. Ik ga de test starten. Dus de hond van Kuifje heet... Aha, die weet ik, dat is Bobby. De hond van Filiberke heet Pekkie. De hond van Billy heet Willy. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog... Samson, de lieve hond van Gert. En Rataplan, de hond van de Daltons. Daarnaast heb je de goedlachse, maar iets wat luie Dommel. Die wist ik nog. En voor de strip-experts, hoehoe, die weet ik niet. Ik ga dat gewoon openlaten. Ik kan dat gewoon openlaten ook. En we gaan dat dus naar het einde van de test. Oei, ik heb maar 2 op 20. Ik dacht dat ik alles wist, zo ongeveer. Ah, typfout, typfout, hoofdletter vergeten. Ja, die is fout, ja, oké. Okay. Samson, oh, weer een stomme fout. Oké, dat is nu eigenlijk wel spijtig, want eigenlijk wist ik bijna alle antwoorden, maar door typfouten of kleine verstrooidheden heb ik eigenlijk heel veel punten verloren. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga eventjes terug naar de cursus, naar de vraag wil ik zeggen. Ik ga die opnieuw bewerken. Nee. Ik ga dus de vraag bewerken. En nu ga ik iets doen wat eigenlijk nog nergens uitgelegd staat, maar wat wel heel veel mogelijkheden creëert. Dus de hond van Kuifje heet Bobby. Maar ik ga in plaats van een invulvak een multiple choice vak ervan maken. Dus ik ga enkele mogelijkheden toevoegen. Aldo of Snoopy. Dus wat merk je? Ik geef eerst het juiste antwoord en dan een aantal foute antwoorden. Camilo zal het zo aanpakken dat hij alle antwoorden zal in een willekeurige volgorde weergeven, maar in de ontwerpmodus moeten wij altijd het juiste antwoord vooraan plaatsen. De hond van Filiberke heet Pekkie. Choco. Flip. En de hond van Bolly heet Wolly. En nog een fout antwoord. Ko. Bolly en Ko. Daarnaast heb je ook natuurlijk nog Samson. Alberto of Bobientje, de lieve hond van Gert en Rataplan, Averil of Joe, de hond van de Daltons. Daarnaast heb je de goedlachse maar iets wat luie Dommel, of is het Garfield, of is het Droopy, de hond van Semaphore. En voor de strip-experts nog deze laatste. Michel, Georges, Jean-Luc of Albert, de trouwe hond. Oké, en nu ga ik het dus opnieuw opslaan.
Als we nu het antwoord, de test bekijken. Start de test. Zie dat we in plaats van die lange reeksen nu een pulldown krijgen. De hond van Kuifje heet... Ah, dat was Bobby. Dat, nu weet ik het. De hond van Filiberke heet Pecky. De hond van Bolly heet Billy. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog Samson, de lieve hond van Gert. En Rataplan is de hond van de Daltons. Daarnaast heb je de goedlachse, maar iets wat luie... Oei, ik heb weer een streepje vergeten, dus een foutje in mijn ontwerp. En voor de strip-experts is er nog... ja, ik weet het niet, ik ga een gokje wagen. Einde van de test. Dus nu heb ik een hele goede score, want inderdaad, ik had alles juist behalve die laatste. Ik ga nu wel eventjes terugkeren, want ik ga mijn typfoutje verbeteren. Hè? Dus ik ga... Zoals je ziet, hoort tussen elk antwoord een verticale streep. Voilà. Bezig de vraag. Ik ga ze opnieuw doen. Eens kijken of alles er nu goed uitziet. Ja, nu krijg ik hier de goede antwoorden. Dus zoals je ziet staan ze telkens in een andere volgorde. Dat juist stond... Oké. Bobby, Pecky, Billy, Samson, Rataplan, Dommel en Albert. Einde van de test. Dus ik heb 19 op 20, wat best wel goed is. Oké. Dus dat was het kleine pareltje wat ik jullie wou tonen. Dus hoe je in de invuloefening eigenlijk kunt multiple choice vragen gebruiken. Dat is een, vind ik, een hele toffe toevoeging die eigenlijk ook wel makkelijk te gebruiken is. Ziezo, ik hoop dat je ervan genoten hebt en tot een volgende keer.